Lieve mensen met Christel gaan religie reading doen, een tijdje geleden. Uh, ja, dit is Matthäus uh, 24, de tekenen van de komst van de mensenzoon. Ja, de mensen, ja, de discipelen zo willen weten eigenlijk wanneer uh, het einde van de wereld is, hè? de voltooiing van de wereld die op handen is. Let op, goed op en laat niemand jullie op een dwaalspoor brengen. Want er zullen veel mensen komen die eh, van mijn naam gebruik maken, beweren ik ben de Christus. Daarmee zullen ze velen op een dwaalspoor brengen. Jullie zullen wapengekletten horen en berichten over oorlogen horen. Maar raak niet in paniek. Dat moet allemaal gebeuren. Maar het is het einde nog niet. Het ene volk zal strijden na tegen het andere volk, het ene rijk tegen het andere. Er zullen hongersnoden zijn en aardbevingen. En hier en daar, uh, hier en, daar. en dat is dan maar het begin van de weeën. Ze zullen jullie uitleveren, onderdrukken en ter dood brengen. Alle volken zullen jullie haten vanwege mijn naam. Velen zullen hun geloof verliezen. Ze zullen elkaar verraden en haten. En vele valse profeten komen. En ze zullen velen op een dwaalspoor brengen. Dus uh, ja, en hier staat ook: wees waakzaam. Dat is uh, Matthäus 24, vers 36. Maar wanneer die dag of dat uur zou komen, weet niemand. Dus dat is de rapje. Hè. Dat is uh, de opname hè, dat Jezus ons. Van de aarde haalt. Hè. Sommigen zeggen lichtbol die omhoog schieten. Uh, ik zag het zelf dat ik het opgehaald met een soort truck. En anders zien we weer een trein. Anders zien we weer een boot. Uh, de, ja, de boot van Noach. Hè. Um, ja, je moet eigenlijk ergens mee met een bus of een trein of een. Oh, ja, oh, ja. Met mij dan een truck of je schiet. Sommigen zien ze zelf zweven of een bol omhoog schieten. Er zijn veel getuigenissen van mensen op het ogenblik. Ook voor kinderen, van kinderen die heel veel zien op het ogenblik. En dat, dat Jezus komt, dat ze zeggen. En ja. Dus uh, vele mensen die, die krijgen dromen, visioenen van, van het gebeuren. Hè? Je kan het eigenlijk als de tijd van Noach. Noach was heel lang bezig om die boot te bouwen, die ark. En mensen, ja, die zaten hem uit te lachen, want die boot lag op het droge natuurlijk. En uh, ik denk, ik geloof, wel, 15 jaar heb hij eraan gewerkt. En uh, voordat dat ding klaar was. En mensen me uitschelden, uh, van ja, tenminste, bespotten eigenlijk, van wat moet jij met zo'n ding? En, uh, en hij uh, riep de mensen op om uh, aan boord te gaan, maar tegen uh, die tijd, maar toen waren ze te laat. Toen ging de deur dicht en uh, ja, heel weinig mensen zijn volgens mij mee geweest met uh, Noah. Alleen de familie of zo um, helemaal niet zoveel eigenlijk. En zo zou het ook zijn uh, dat er best wel mensen uh, zo gehecht zijn aan de aarde dat ze echt niet naar de nieuwe wereld willen. Hè? Niet naar de hemel en ook niet straks naar de nieuwe aarde. Um, sommigen denken van: ja, Trump moet ons redden. Maar dat zal niet gebeuren. Misschien wordt hij wel, wel. achter gaat achter gevangenis, hè? Achter tralies. Uh, dat is niet de, onze redder. Jezus is onze redder, hè? Jezus kan ons halen. En, uh, Jezus heeft zijn bloed geofferd voor ons, is gestorven voor ons en is weer opgestaan voor ons. Als je dat gelooft, ben je behouden, hè? Hoef je dit allemaal niet uh, te ervaren, die Christus-vervolging en uh, dan word je op tijd voordat gered. Hoeveel we moeten meemaken, dat is nog een beetje onbekend natuurlijk, want niemand weet de dag. Maar velen zien wel voordat we echt de echte verschrikkingen beginnen op aarde. En de, ja, de aarde zal echt, ja, dan gaan de monen rondlopen, echt. In de geval engelen lopen weer op aarde rond. Die zitten nou bij de river, de rivier de Eufata in Israël het zit er nog opgesloten, maar god laat alles straks gewoon loslopen en die grote verdrukking komt aan hè? Zes of zeven jaar ik weet niet precies in ieder geval, ja, velen zullen het al niet overleven, ja. want als ze eenmaal met die atoombommen gaan gooien dan maait dat heel veel mensen al weg, hè dus wat er met die mensen gaat gebeuren, geen idee. Um, ik hoop toch um, dat uh, God barmhartig is. Um, ja, maar de kinderen en zo, die worden sowieso gered. En ik weet niet tot welke leeftijd, hè. Um, maar die, die worden. Uh, eerst staan dan de eerste mensen die overleden zijn uit de graf op die christelijk zijn, hè. En daar komen de andere de kinderen en de gewoon andere mensen die in Hem geloven in zijn bloed. En de, ja, wat Hij allemaal doorstaan hebt, zeg maar. Voor ons, Je hebt dat offer gemaakt aan het kruis. En uh, daardoor zijn wij uh, gered hè, die in Hem geloven, hè, die dat echt geloven in. vanuit hun hart. En die verbinding hebben met het universum. Dus ja, niemand weet, zelfs Jezus weet niet wanneer die dag zou komen, maar wees waakzaam. Ja, ik kijk altijd van, ja, het kan er bijvoorbeeld elke dag gebeuren. Hè? Het is al reus spannend, want Rusland, ik had het al in mijn post gedeeld, stuurt al um, boten naar uh, Cuba. Uh, ja, ze zeggen uh, testen, gewoon een oefening, maar ja, die blijven daar liggen waarschijnlijk. Of ze nucleair. Um, Geladen zijn, dat weet ook niemand. Dus uh, ja, je hebt al een soort havens daar in Zuid-Amerika. Dus uh, ja, er liggen al genoeg onderzeeboten om Amerika heen. heen hè? Dus ja, uh, China, Taiwan, dat wordt ook steeds spannender. Maar ja, misschien dat ze eerst Amerika gaan aanvallen, uh, daarna Europa, want ik zie mijn woonplaats ook nog. In puin liggen, mijn eigen huis. Uh, dus uh, ja, dat gaat allemaal gebeuren. In ieder geval, uh, ja, geen leuk vooruitzicht natuurlijk. Hè? Uh, maar weet dat de hemel veel mooier is aan de aarde. Dat, daar, uh, dat je daar veilig voelt en ja, gelukkig voelt. En dat het een hele goede plek is om te zijn. Veel mooier als de aarde. Kan je je niet voorstellen, hè? zo mooi. En dat er liefde heel veel liefde is. En geen haat en geen ziektes. En dat je weer jong en fit, fit bent. En daar verlang ik ook naar om weer fit te zijn. En jong. En uh, ja, en dat ik straks aan het maal mag zitten. En uh, dat ik de bruid mag zijn van Jezus. Hè? Velen met mij, mannen en vrouwen. Ja, en de mensen, ja, die gaan gewoon door met eten en drinken en feestvieren. Ja, eigenlijk uh, denk ik ook van, ja, je leeft gewoon door, hè? Je boekt vakanties. Uh, ja, je weet niet wanneer die dag komt. Hè? Dus ik snap ook wel dat mensen gewoon doorgaan met leven. Maar als je dan, uh, ik had uh, met mensen gesproken eventjes. dan zeggen ze, willen ze niks over horen? Oh, nee, ja, wil niet, nee, nee. Dus, uh, ze willen echt niks over horen dat Jezus komt. Dat zijn gelovige mensen, hè. Die denken, oh, het loopt wel weer los. Hè. Het gaat wel allemaal weer goed komen. Maar ja, in feite is dat er nooit zoveel oorlogen zijn geweest als nu. En zoveel rare dingen. Wat er nu allemaal afspeelt. Dus uh, ja, ik wacht op, de, op Jezus eigenlijk, hè. Dat hij uh, komt en dat ik mee mag. Dus... Uh, hier staat ook twee mannen zullen op het land werken. De ene wordt meegenomen en de andere achtergelaten. En twee vrouwen zullen met een molensteen aan het malen zijn. De ene wordt meegenomen en de andere wordt achtergelaten. Wees dus waakzaam. Net als die film The Rapture. Ik hoop dat je een keertje kijkt. Nou, een voorstukje. Je ziet echt die kinderen uit die kinderwagentjes vertrekken. Kleren worden achtergelaten. Echt heel bizar. Ik heb nooit de hele film gezien hoor, maar... Dat voorstukje is al heel bizar. Uh, want jullie weten niet wanneer de dag des Heren komt. Maar ik weet wel dat het heel verrekt spannend in de wereld uh, wordt op het ogenblik. En de, de media zegt er niks over, hè? die zegt helemaal niks. Trouwens in de, in de Baltische Staten, ik ben daar geweest met vakantie, door alle drie de Baltische Staten. Uh, Litouwen en. Uh, even denken hoor. <laughs> um, nou ja, alle drie. Um, leuke mensen, lieve mensen, mooie, mooie, mooie gebouwen. Mooie. ja, Het is gewoon net als Europa eigenlijk: hè, de Baltische Staten, helemaal niet arm of zo. Maar ja, kunnen, met Rusland kunnen die de eerste de klos zijn. Ze hoorden eerst bij Rusland. En die hebben zich losgemaakt toen. En ja, nou. Nou kan het weer gebeuren dat Rusland de Baltische Staten bijvoorbeeld inneemt. Dus ja, je weet dus niet de, welke uur of in de nacht. Als hij komt als een dief in, in de nacht. Hè? Jezus. Ze zeggen zo snel als een um, twinkeling van de aai. Dus. Knippering van de ooglids. Zo snel kan hij komen. Opeens kan het daar zijn, hè. Dus, uh, ja, Jezus gaat wel... Uh, God gaat wel uh, de onkruid van de wiet uh, scheiden, hè. Dus, uh, de engelen. Dus, ja... Zorg dat je die band met Jezus en God hebt. Zorg, bid misschien voor een rapture dream. Of ander teken dat, dat, er iets, dat er iets gaat gebeuren. Dat je mee mag. Dat contact met God is heel belangrijk. Niet alleen als je het heel moeilijk hebt, maar gewoon voor altijd. Die band met Jezus en God herstellen. Misschien heb je vroeg als kind wel naar de kerk geweest of naar de zonderschool of uh, ja, op school wat gehoord van uh, versen uit de Bijbel. Uit de kinderbijbel. Ja, wees er klaar voor. Net als de, de dwaze meisjes hè, met een uh, lampje. Zorg dat je lampje vol is. Hè? Dat je niet met een halfvol lampje. Bij Jezus komt, maar er zijn heel veel christenen die zijn echt. Noemen ze lauw warm. Ja, ze geloven wel een beetje, maar niet. niet echt net niet genoeg. Hè? Net niet. Uh, dat, uh, die verbinding met God moet eigenlijk heel diep zijn. Moet echt vanuit je hart dat je naar de Jezus verlangt en verlangt dat Hij terugkomt. Echt vertrouwen dat Hij. Uh, ja, jou, jou meeneemt uh, na, na zijn hemel, als hij, als je echt in hem gelooft, hè? als jij gelooft in zijn bloed en uh, dat hij echt dat gedaan heeft voor jou, hè? dat hij echt gestorven is voor jou. Ik heb al toen aan uh, hem gevraagd, hè? Ik heb een paar keer uh, gezien in met meditaties. Een Paar keer gevraagd aan hem van, ja, wie was het nou die aan het kruis heeft gespijkerd? Waren dat alle, alleen de Israëlieten Nee, zeiden jullie allemaal. Toen was ik al best wel in shock toen hij dat zei. En uh, ja, en, uh, dat vond ik best wel moeilijk om te horen. Oh, dus wij hebben het ook gedaan. Dus wij zijn allemaal schuldig dat jij dan aan het kruis moest hangen. Maar dat is zijn offer geweest, hè. Ja, en als je achterblijft is het echt niet leuk, hè? De tien meisjes, ja, hier staat ook de tien meisjes die... Uh... Vijf meisjes waren dom, vijf me meisjes waren verstandig. Toen de vijf domme meisjes hun olielampen pakken, vergaden ze extra olie mee te nemen. Maar de vijf verstandige meisjes namen behalve lampen ook flesjes olie mee. Toen de bruidegom niet kwam, werden ze allemaal slapen en sliepen ze in... Midden de nacht werd hij er geroepen. Daar kwam de bruidegom naar buiten. Hem tegemoet, alle meisjes stonden op, uh, op en maakten hun lampen in orde. De domme meisjes zeiden tegen de verstandige, geef ons wat olie, want onze lampen gaan uit. Maar die antwoorden, misschien is er niet genoeg voor ons allemaal. Gaan we naar de kooplui om olie te kopen. Toen ze weg waren om de olie te kopen, kwam de bruidegom. De meisjes die klaar stonden, gingen met hem mee naar binnen... Om de bruiloft te vieren. En de deur werd gesloten. Na het kwam de andere meis terug. Heer, heer, laat ons binnen. Riepen ze. Maar hij zei, ik ken jullie niet. En hij besloot. En Jezus besloot, wees dus waakzaam. Want je weet, nog het dag, nog het uur. En ik wist niet dat hij erachteraan kwam. <laughs> ik had hem openslagen, Want ik zocht eigenlijk iets anders. En dan kwam ik dan tekenen van de komst van de mensenzoon. En dan staat opeens dat van de tien meisjes. Ik heb het al eerder benoemd. Uh, van dat de tien meisjes. Uh, dus ja, als jij in Jezus gelooft met een volle lamp en een reservelamp met uh, olie, ja, dan, dan ben je klaar om met Jezus mee te gaan. Maar heb jij uh, een, 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 misschien wel een volle lamp maar geen extra olie of een um, bijna lege lamp, dan laat hij je gewoon achter. Ja, en het zal best wel zwaar zijn voor Jezus ook en voor God, want ja, ze willen gewoon dat heel veel mensen met hem meegaan. En daar hebben ze ook veel lang geduld en er zijn heel veel mensen die elkaar waarschuwen um, dat je er gewoon klaar voor bent um, om met hem mee te gaan. En het liefste, euh, ja, als hij komt, dan zitten er zelfs mensen op hem te schieten. Dat is echt vreselijk, als je daaraan denkt. Uh, maar ja, de duivel haat hem natuurlijk, en Lucifer, hè. Die willen echt niet dat uh, mensen met hem meegaan. Dat willen ze kost wat kost, voorkomen. Daarom hoor je ook niks in de media van uh, dat er ja, best wel veel oorlogen zijn. Dat ze veel plannen hebben, uh, het schijnt ook dat ze bij het Witte Huis ook weer hekken eromheen gezet worden. Misschien komt er een aankondiging van Biden of zo. Um, ja, sommige landen, dus in de Baltische Staten, zeggen, die zeggen ze al van um, ja, dat ze lopen, dat ze te, ja, iets van bunkers moeten bouwen mensen en dat ze met de doden moeten doen. Um, ja, de praktische dingen eigenlijk. Uh, van als er wat komt, hè. Maar hier uh, hoor je niks, hè. Je hoort totaal niks. Uh, dus uh, ja, vertrouwen op Jezus. Hou, hou je niet meer vast aan de aarde. Deze aarde gaat gewoon kapot: wordt gewoon kapot geschoten Wordt uh, met vuur vernietigd waarschijnlijk. Misschien ook wel door hè. tsunamis, uh, vulkanen, uh, oorlog. Dus ja. Dan krijgen we zelf vuren met die atoombommen. Ja, en dan komt opeens die Antichrist. Eh, en die gaat allemaal even fixen voor ons. Hè. Die zegt: Neem maar even de. Ga ja, die chip in je hand, in je, in je, in je voorhoofd. Hè. Dat is de Antichrist. Eh. Gelijk wanneer mensen dat krijgen, hebben ze geen gevoelens meer. Luisteren ze naar die uh, rare kerel. Uh, die zich voordoet als de redder. Terwijl uh, dat juist de totaal verkeerde weg is. Vele christenen zullen uh, ja, omgebracht worden als ze voor Jezus kiezen. Alsnog, hè, als die er geweest is en ze kiezen alsnog voor Jezus. Uh, dan zullen ze gered worden. Ja, kost wel hun kop, waarschijnlijk, dat staat ook in de Bijbel. Uh, dat is een keuze die je maakt, maar als je die andere kiest, ben je voor eeuwig verloren. Dus uh, ja, dan ga je echt naar de hel. Als je, dat, als je dan doodgaat, op, uh, hè, als je voor uh, die verkeerde gekozen hebt, dan uh, ga je echt uh, de totaal verkeerde kant uit. Eindig je echt uh, in het helle je, zoals ze zeggen. Het is hard, ik vind het moeilijk om dat te zeggen, maar het is niet anders. Het is, het is zoals het is. Het is zoals ook in de Bijbel staat. Ja, en God zal oordelen over de volken. He, staat hier. Wanneer de mensenzoon in al zijn majesteit verschijnt, niet al zijn engelen neemt hij plaats aan zijn koningstroon. Alle volken zullen voor hem verzameld worden. Hij zal ze in twee groepen scheiden, zoals een herder de schapen scheidt van de bokken. Ja, dus uh, kom er komen uh, afschuwelijke tijden aan. Dus je kan beter wel met Jezus meegaan en geloven in hem. Vanuit je hart, uh, je hart openstellen. Uh, met God praten. Uh, je gevoelens uiten. En vragen om vergeving. Hè? Want we hebben allemaal heel veel dingen verkeerd gedaan. Hè? Ook ik. Dus uh, ja, vraag vergeving en vraag of je mee mag met Jezus uh, dat je niet achter, achter moet blijven. Ook al lijkt het mooie. En ik snap als je een jong gezinnetje hebt. Hè? Dat je denkt, ja, ik wil hier blijven. Maar als je kinderen weg zijn, wat dan? Hè? Dan heb je nog niks. Dan ga je toch liever met je kinderen mee? Hè? Het lijkt me verschrikkelijk als ze mijn kinderen weg zou halen. Ik zou achter moeten blijven. Uh, tenminste, als ik een kleine kinder had. Uh, dan heb je opeens geen kleine kinderen meer. Hè? Dan ben je uh, met je man misschien samen. Of hij is ook weg, hè? dat weet je ook niet. Het is allemaal verschillen natuurlijk. Uh, jij blijft achter dan, hè? in een donk vrij donkere wereld hoor. Heel erg donkere wereld. oorlog vol uh, geweld, duisternis en rare wezens die hier waarschijnlijk lopen. Echt... Uh, en ik had altijd gehoopt dat uh, de lichtwerkers, dat we de wereld weer konden fixen. Hè? Maar waarschijnlijk komt er een nieuwe wereld. Dus deze, dit, de wereld die gaat echt uh, ja, veranderen. Hè? Dus um, lijkt alsof het oude wereldje weggehoord wordt, Moeder Aarde, hè? Gaia. En dan een nieuwe wereld. Hè? Deze jas met alle verrotte mensen die hierop wonen. Er zijn heel veel verrotte mensen, kwaadaardige mensen. Uh, Jezus haters en uh, Jezus, uh, ja, die hem echt uh, verschut zetten, uh, bespotten, Jezus bespotters. Uh, Klaus Schwab uh, wil ook één uh, Wereldorde. Alles raak je kwijt, je allebei je bezittingen, niks is meer bij jou. Je auto niet, je huis niet, uh, hè? maar je bent wel gelukkig. Nou. Je bent echt niet gelukkig dan hoor. Maar um, door je chip weer me spoel je misschien gelukkig. Maar um, dat is totaal de verkeerde weg. Hè? Goed, en dat wou ik even zeggen. Hè? <laughs> oh, ik vind het zo bizarre wereld. Echt. Uh, ik zie het met de dag bezooener worden. Hè, wat er allemaal afspeelt. Maar goed, we zijn hier nog steeds op aarde. Maar ik kan niet wachten om uh, naar boven te gaan. Ook vanwege me. Vele gezondheidsproblemen. Uh, steeds komt er weer wat bij. Dus uh, <coughs> met niet bij alles gaan, gaan lopen. gaan lopen bij de dokter. Ik heb er allemaal geen zin meer in om dat te doen. Uh, want ik denk toch, je, jezus komt toch gauw. Ik denk echt dat hij al komt. Dus uh, ik hoop het. Uh, dan weer lekker gezond. Fris en jong. En ik zie veel beelden. Dat mijn ouders mij ontmoeten. Die zijn een soort feestmaal bereiden. Uh, ja. Ik zie een nieuwe wereld. Ik zie uh, blijheid, vrolijkheid. En, uh, ja, en ik zie dat Jezus me meeneemt. En dat is het meest mooie. Dat ik meen mag. En Jezus zei vlug, vlug, vlug. Maar weinig mensen die de deur gewoon open doen hè. Vele gooien hem gewoon dicht, of ze willen hem niet zien staan. De ontkenners, ook onder de gelovigen, die denken: Oh, dat loopt wel weer los. En ja, als ze zien van hoeveel oorlogen er nou zijn, hè, voor hoeveel rare dingen nu gebeuren. Het is zomer, maar het regent nog steeds. Eh, dat is niet klimaatverandering, maar het is gewoon, um, ja. Van wat er gaat gebeuren eigenlijk, hè, de verandering van de wereld. Goed, ik ga nu stoppen. In ieder geval een fijne dag en tot de volgende keer. Doei!